Ik sprak teksten van de Odyssee, tweede deel van het fragment Odysseus vergelijkt Nausicaa met een jonge palmboom, dus vers 162 met 169. Het gaat inderdaad over een palmboom, die zie je ook hier, en hoe dat ter sprake komt, dat zie je straks. Odysseus spreekt verder tegen Nausicaa, hij heeft al zijn bewondering uitgesproken en hier gaat hij verder. Dan zegt hij, Enomaus, ik zag, ik nam waar, op Delos, meteen het eerste woord, belangrijk, al op Delos, des, erde, ooit zag ik een dergelijke jonge lood van een dadelpalm opkomen, anergomenon. Participium praesens medium, onzijdig, ongeveer met ernos, met een onzijdig woord. En waar was die lood van die dadelboom? Op Delos natuurlijk, bij het altaar van Apollo. Hoe zit dat? Nou, Delos is een heilig eiland. Apollo en Artemis zijn daar geboren. En daar zijn veel altaren. En daar is Odysseus kennelijk geweest. Hij maakt daarmee duidelijk dat hij een godvrezend man is. En dat Nausicaa dus niks te vrezen heeft van deze man. Respecteert de goden. Hij is een beschaafde man. Dat is door het ene woordje Delos al meteen duidelijk geworden. En hoe kwam hij daar? Dat gaat hij nou uitleggen. Elton Gar Kai Keise, want ik kwam ook daar, Keise, verwijst u naar het Delos. En dan zegt hij weer iets slims. En veel volk volgde mij. Hespitel, Auristus van Hepomai, indicatief. En daarmee geeft hij natuurlijk aan dat hij niet de eerste de beste is. Nee, veel volk volgde mij. Dus ik ben een koning, ik ben een leider van mannen. Ten Horon. Hij vertelt je ook nog wat hij deed met die mannen op die weg, op de tocht, waarop veel smarten zouden zijn voor mij. Mij veel smarten te wachten stonden. Dus hij is ook een tragisch figuur. Hij had veel smarten te verduren gehad. En dat was op die reis ten Horon. Hoogst auto's, precies zo, Tetepia tumoi, was ik verbaasd in mijn hart nadat ik die had gezien. Kijk nou, is natuurlijk die lood van die palmboom. Tetepia is een pluskwamperfectum actief, omdat het normale woord is een perfectum. Tetepa, verbaasd zijn, is dat een augment ervoor. Dus je hebt een stapje terug, verder terug dan het perfectum, ofwel een pluskwamperfectum. Vertel je dan eens met ik was verbaasd. Idomen uiteraard, participaristisch, nominatief. Dan, ik was lange tijd verbaasd nadat, of aangezien, EP, aangezien, nog nooit Oepo er een dergelijke stam uit de aarde op was gekomen, aan Elen Lutin. Dus ik was verbaasd, want het was zoiets prachtigs, had ik nog nooit gezien, net zoals ik daarnet had gezegd. Nog nooit zo'n mooi mens gezien, man of vrouw. Zo had ik toen nog nooit zoiets moois gezien qua boom. Prachtig gewoon. Jong, net als u. Mooi, net als u. En ongewoon, net als u. Dit zijn allemaal vergelijkingen tussen Nausicaa en die palmboom. In eerste instantie lijkt het vreemd, een palmboom. Maar nu weet je, oh ja, dat is heel slim van Odysseus. Niet haar vergelijken met een of andere wufte, mooie sterveling of godin of Afrodite of zoiets. Nee, met een palmboom. Dat is ongevaarlijk en toch heel complimenteus. En hij kan tegelijkertijd dus zeggen dat hij een leider was en dat hij ook veel geleden heeft. Hos se gunai agamai. Zo bewonder ik u, vrouw. Gunai is een vocatief. En ben ik verbaasd en ben ik bevreesd, Deidia. Vreselijk bevreesd, enorm bevreesd, om uw knieën aan te raden, aan te raken. Hapsaste, infinitus auristus. Een zwaar leed heeft mij bereikt. Oh, dit is ook weer een medelijden. Agamai, tetepia, deidia, tricolon. Vergelijking tussen de palmboom en Nausicaa natuurlijk. Maar eigenlijk zegt hij, het is, de vergelijking is tussen mijn verbazing van toen en mijn verbazing van nu. En dat heeft ook alles te maken met hoe u eruit ziet en die palmboom. Een heel slim betoog van Odysseus.